Meneer Van der Wal, die E-team is uitgeroepen tot populairste kindertelevisieprogramma van Nederland. Had u dat succes verwacht? Nou, ik kan niet zeggen dat die onderscheiding uit de lucht is komen vallen, nee. Maar, kijk, de kleine kinderen zijn in de tv-programmering de laatste jaren zo buiten beeld gebleven. Dat ik moet eerlijk bekennen dat alleen de Tros heeft er veel werk van gemaakt. Ik herinner aan Onze Man van 6 miljoen. Ja. Het waanzinnige succes van de Hulk. En ik het verheugt me te moeten zeggen dat de jury ons die award voor die A-team heeft toegekend. Ja, misschien is het dan toch wel nuttig als we eerst nog wat fragmenten bekijken van dat bekroonde kinderprogramma. Gaan. I suppose you want your answer now. Well, you got it. I thought you'd enjoy the same surprise you had for us. Yeah, one good turn deserves another. Juist. Nou, de vraag van het creatief, ook een team tenslotte, is waarom programmeert de Tros die E-team om 7 uur 's avonds als kinderprogramma? Wat is dat voor een filosofie? Ja, meneer Kooten, dat hebben wij bewust gedaan. Ah. Kijk, het is bekend dat zowel in de sector onderwijs als in de huiselijke kring er veel te weinig aandacht wordt geschonken aan die geweldgewending naar het kind toe. Naar het kind Kijk, toe. Als je... Hebt u zelf kinderen? Ja. Ja. En die kijken die E-team, moet ik bekennen tot mijn... Neem ik aan. Dan is het toch zo dat wij als verantwoordelijke ouders toch niet willen dat die kinderen over een paar jaar met twee linkervuisten in die samenleving staan. Met u eens, meneer Van der Wal, maar daar zijn... Of moet men dan maar overheen lopen? Nee, wacht even. Daar zijn nuances in denkbaar. Het kind conformeert zich nu aan die E-team. Het zijn dé hedendaagse helden. Als je het niet ziet, kun je op school niet meepraten. En het kind leert daaruit dat je uit een conflict situatie schietend moet redden. Ja. Dat is toch zo? Dat is toch zo? Dat is toch met mitrailleurs... Ik heb niet alle afleveringen gezien, dat kan ook niet. Maar ik weet wel dat er geen bloed vloeit, dat er geen doden en gewonden vallen. Dat er alleen op telefooncellen en banden en stoelpoten geschoten wordt eigenlijk. Er vloeit geen bloed. En je moet er ook geen Meneer Van der Wal, hier wordt het kind een motoriek bijgebracht van een overdreven, hyper-Amerikaanse stoerheid. Waarin het kind het als heel normaal gaat beschouwen dat ik nu in een gesprek met u gewoon een sigaar neem uit uw sigarendoos. En met mijn poten op uw tafel gaan zitten. Zo, dat is die eten. Dat zou volwassenen vindt het kind. Ja, dat zien ze toch? Ik weet niet wat het tegen Amerikaanse stoerheid is trouwens. Maar goed, u ziet het helemaal verkeerd. Want hoe zit het werkelijk? Wij van de Tros hebben dat kind juist een kans willen geven. Dat kind dat vol met die latente agressie zit. Dat vol die overdrevene energie heeft. Ja. Om dat kind de kans te geven door een kijkbeleving dat te kanaliseren. Ja, dat is niet waar. Nee, want zo werkt het niet. Het is niet zo dat het kind die agressie die het dan heeft, heel logisch op die leeftijd, kwijtraakt tijdens het kijken. Nee, het begint pas daarna toch het gedonder. Ja. Als die E-team is geweest, dan zijn die kinderen toch s'avonds niet te genieten. Dat moet u toch weten. Misschien. Nou, niet alleen bij mij thuis, bij talloze ouders thuis. Normaal doet een kind een deur zo dicht. Een beetje opgevoed kind, als die E-team is geweest, dan gaat het de hele avond van bam, naar de deur. En omdat ik lid van die E-team ben en een ex-Vietnam-veteraan, sta ik dus buiten de wet. Mag ik eigen rechter spelen. Dus vindt het kind ook heel normaal dat volwassenen in een gesprek een krullenmand zo op elkaars bureau monteren. Dat is normaal. En dat kweekt u met die serie, kweekt u dat aan. Dat moet u niet ontkennen. Van der Wal, als ik me conformeer aan het wereldbeeld van de E-team, dan zei ik gewoon nu, ach Van der Wal, je bent een grote eikel. Sukker. Sukker. Ze met eikel. Sukker, ja. Nee, Van der Wal, en het gaat ook verder. Kijk, de E-team praat ook helemaal niet zo lang. Die doet meteen dit. Ja, bijvoorbeeld. Begrepen? Nou ja, en een deur, die doen we niet gewoon open. Die klappen we open. Kom maar mee. Meteen daar. Een deur. Zo open. En dan krijg jij een kopje van eigen tijd. Zo open. Oh, wat is er dan?